Hey, ik ben Jurgen en ik ben fotograaf voor het Dordrecht Museum. Ik ben Maartje, sportregisseur bij het sportbedrijf voor het gebied Oost. Daarom gaan we vandaag ook naar Sterrenburg. Zo, we zijn er. Goedemorgen. Welkom Gert Visser. Dankjewel. Van de Driehoek. Gert en ik kennen elkaar sinds een half jaar. Nevobo, de volleybalbond, die heeft ons eigenlijk bij elkaar gebracht. Omdat er geld ingezameld moest worden voor een nieuw sportief schoolplein. Je ziet daar de tafeltennistafel. Ja, tot eigenlijk waar wij hier nu staan. Daar wordt het plein gerealiseerd. Met het bestuur en met de plaatselijke volleybalvereniging Next Volley hebben we hier om de tafel gezeten. Waarbij ik de verbinding heb gelegd met vluchtelingenwerk en met Resto van Harte. Dat zijn twee organisaties hier uit de wijk. Ja, wij hebben met Resto van Harte inmiddels contacten om daar met de kinderen te gaan koken. En tegen een kleine vergoeding mensen een drie gangen menu voor te schotelen. Extra opbrengst komt ten goede aan het schoolplein. Het andere is dat we met baanbrekend Drechtsteden rond de tafel hebben gezeten en inmiddels een stagiair hebben die hier een werktaalstage loopt. En ook daar krijgen we een vergoeding voor. En zo zijn we eigenlijk aan het totale bedrag gekomen. Ja, tot op heden is de samenwerking eigenlijk heel vruchtbaar geweest. Hey, wat een geweldig project zeg. Waar gaan we nu heen? We gaan naar het museum. Leuk. En stoppen. Oh, nou rijden we door. Nou, we zijn onderweg naar het Dordrecht Museum. En zoals je ziet op het gebouw, we komen heel vaak werk tegen wat in publicaties gebruikt wordt. Dus onder andere ook die hele grote hier, waar ik onder andere de fotograaf van ben. Heb je dat bordje ook gemaakt? Hey maatje, we zijn in het Dordrecht Museum. Nou, dat is echt een fantastisch museum, een van de mooiste van Zuid-Holland. Waar we nu op dit moment mee bezig zijn is onder andere de Jonkind tentoonstelling, waar ik heel veel werk al voor heb gefotografeerd. En daar gaat Helene mee aan de slag. Wat wij doen met de beelden die wij aangeleverd krijgen, is wij delen ze online. Daardoor zien we dat we vooral vanuit het buitenland ook heel veel volgers krijgen. En wat er dus gebeurt is dat mensen heel graag de werken ook in het echt willen gaan zien. Dus Jurgen, door de beelden die jij aanlevert, weten we dus te connecten met Dordrecht en eigenlijk de hele wereld. Maarten, wat een fantastische dag joh. Ja. En wat je op die school hebt gedaan, nou ik vind het fantastisch. Nou, we hebben vandaag wel kunnen zien dat je kan connecten op verschillende niveaus. Wat jij doet is niet alleen te zien in Dordrecht, maar eigenlijk over heel de wereld. Door te connecten breng je mensen in beweging. Wij gaan ook nog even een klein stukje bewegen. Kom. Ja. Even connecten.